Nou, goedemiddag allemaal. Dit jaar voor het eerst een nieuw gezicht bij de herdenking. Mijn naam is Davy van Hoek. Ik ben bestuurslid bij Stichting Ariati. En dan wil ik nu graag de eerste spreker uitnodigen. De heer de burgemeester De Pla. Tuwan tuwan, dan nonya nonya, slamat siang. Het is een grote eer dat u mij vandaag heeft uitgenodigd om samen met u op deze belangrijke dag bij elkaar te komen. 15 augustus, de dag waarop in 1945 door de capitulatie van Japan er officieel een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Ik nodig graag als eerste Stichting Woonzorgcentrum Raffi uit voor het leggen van hun bloemstuk. Zoveel is niet verteld. Hoe vindt u het thema van dit jaar? Ja, dat gaat wel. Hè? Maar het is ieder jaar hetzelfde gewoon. Hè? Het draait iedere keer op hetzelfde neer. Dat is heel, heel indrukwekkend. Ja, het pakt je altijd. Ja. U bent hier bijna elk jaar? Ja, ja, ja. Hebt u ook in Indië gediend? Nee, hij wel. U wel. En waar hebt u allemaal gezeten in? Dat is er wel wat geweest, ja. Heel wat. Want ik ben er vrij lang geweest in Indonesië. Jullie hebben interviews gehouden, denk ik, hè? Klopt. En met wie? Ze waren verschillende mensen van Raffi. Ik had Frida Ukker. En wie had jij? Van de mensen die hier wonen had ik meneer en mevrouw McKillerfree. Goed, en wat hebben ze op school allemaal verteld over de oorlogen? In Indië? Nou, we hebben het hier afgelegd. We hebben het hier gedaan. En ze hebben verteld, wij hebben zelf vragen gesteld. En hebben ze allemaal verteld hoe het daar was. En hoe ze zich daar voelden. En het ging ook van de vragen af die we stelden. Het antwoord. En wie heeft dat allemaal verteld? Onze meester heeft het meeste verteld. En er was ook een meneer en die kwam bij ons op school langs om te vertellen.